Bataat, oftewel de zoete aardappel. Een zeer geliefd product. Maar klopt het dat je er ook scheetjes van gaat laten? Ken je dat, scheetjes op de meest gênante momenten? Nou, in deze video ga ik je er alles over vertellen. Want behalve de scheetjes zijn er gelukkig heel veel voordelen. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze live uitzending van de Eetlijn. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, leefstijlcoach en orthomoleculair therapeut. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Elke vrijdag ga ik live om inderdaad mensen wijzer te maken op het gebied van de voeding en gezondheid. Nou, het wordt gelijk al hartstikke druk. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Ik zie nog geen namen verschijnen, maar dat komt zo meteen wel. Maar geweldig dat er iedere week zoveel kijkers zijn. En ik wil vooral de mensen die voor de eerste keer kijken ook eventjes een hart onder de riem steken en welkom heten. Hartstikke leuk dat je erbij bent. En iedere vrijdag ben je van harte welkom. Je mag zelfs aan mij bepaalde thema's aanreiken en daar ga ik dan inderdaad wat meer over vertellen. Ik zie helemaal geen namen verschijnen vandaag. Oh ja, nu komen ze binnen. Ik zie het nu. Gelukkig. Nou, Ans is erbij. Goedemorgen, Ans. Ik zie Julia erbij. Vera is erbij. Ria, Marianne, Trudy. Ja, het is gelijk hartstikke druk. Echt geweldig. Nou, wat we vandaag gaan behandelen is zeer uitgebreid. Maar ik heb eerst een vraag aan jou. Klinkt een beetje zwaar, maar welke relatie heb jij met bataat? Ik bedoel, eet je het vaak, eet je het nooit? Hoe maak je het klaar? Vind je het lekker? Dus vertel even via de chat wat jij vindt van bataat en dan kom ik daar zo meteen wel op terug. Nou, dan nu wat ik allemaal wil gaan behandelen vandaag. Nogmaals, het is een uitgebreid pak. Om te beginnen, wat is bataat? Waar let je op als je hem koopt? Hoe bewaar je hem? Wat kun je er allemaal mee doen? Ook een hele leuke. Wat zijn de nadelen? Want bataat heeft een aantal nadelen. Dan uiteindelijk, wat maakt hem zo gezond? Dan een overheerlijk recept van Peta. Ik ga het vandaag laten zien. Morgen krijg je het recept. Morgen om 8 uur op deze pagina kun je het recept vinden. Dan blijf kijken tot het einde. Want ik heb aan het einde een hele leuke verrassing. Dus blijf vooral kijken. En dan uiteindelijk ga ik het thema van volgende week bekendmaken. Maar dat komt straks aan bod. Goed, Marcolina, welkom. Leuk dat je er ook bij bent. Lea, er komen gelijk al reacties binnen op mijn vraag. Lea zegt, ik vind bataat lekker, maar gebruik het niet sinds de eetlijn. Heel goed, Lea, daar kom ik zo meteen op terug. Lekker als stamppot, zegt Trudy. Selina is erbij, goedemorgen, Els. Lianne is er weer klaar voor. Hartstikke leuk, als je er maar niet klaar mee bent, Lianne. Celine zegt, ik vind het erg zoet. Carmelita gebruikt het vaak. Ja, goed. Nou, ik ga er van alles over vertellen. Om te beginnen wat het is. Het is een groente en ze noemen het wel zoete aardappel. Maar een bataat heeft met aardappel totaal niks te maken. Aardappels behoren tot de nachtschadefamilie en bataat behoort tot de windenfamilie. En het wordt heel veel gebruikt in de Surinaamse en Aziatische keuken. Maar ook in Nederland wordt die eigenlijk steeds meer geliefd. En onder andere dankzij de zoetige smaak. Maar je kunt het ook te zoet vinden. Ik hoor net Selina zegt, ik vind hem eigenlijk iets te zoet. Maar daarnaast is het zo dat bataat heeft weinig koolhydraten, klopt niet helemaal. Hij bevat namelijk meer zetmelen dan de gewone aardappel. Maar omdat een bataat heel veel vezels bevat, houdt hij toch de bloedsuikerwaarde redelijk stabiel. Dus voor de bloedsuikerwaarde is het eigenlijk geen verkeerd product. En wordt vooral heel veel ingezet bij mensen met diabetes. Dus het houdt die bloedsuikerwaarde stabiel. En dat is wat je met diabetes vooral wil bereiken. Dus minder schommeling in de bloedsuikerspiegel. Maar hij wordt heel veel gebruikt om frietjes van te bakken. En als je de bataat frituurt, ja, dan uiteindelijk gaat hij de bloedsuikerspiegel toch laten schommelen. Dus het is beter om te koken, te stomen, te poffen eventueel. Of te bakken in de airfryer. Maar pas op met frituren in de verkeerde olie. Dat is een hele belangrijke. Nou, dan heb je bataat in twee verschillende kleuren. En heel veel mensen zullen nu gelijk zeggen, Nettie, er is ook een paarse bataat. En ik heb hier een foto gemaakt, of een afgeprint. Hier zie je allerlei soorten bataat. En ik zal hem even laten zien. Dit is dus een bataat. Even op afstand. Een bataat. En hier zie je een aantal verschillende kleuren. Je hebt namelijk witte bataat en oranje. Oh, dit is de witte, sorry. Oranje. En je hebt ook paarse bataat. Nou is het zo dat de paarse bataat is eigenlijk geen bataat, maar die is eigenlijk een jam. En ja, jam, jam, jam. Maar dat is weer een andere soort groente eigenlijk. Dat is meer een wortel.
Maar omdat ze dezelfde eigenschappen hebben, scharen ze eigenlijk alles op één hoop. De paarse, de witte en de oranje. En zo kun je ze ook eigenlijk allemaal gebruiken. Maar eigenlijk is de paarse dus geen patat, maar de jam. Nou, dan een volgend punt is waar let je op als je hem koopt. En waar je vooral op kunt letten is dat hij heel erg stevig is. Goed hard, dat is een hele belangrijke. Dat er geen plekjes op zitten. Nou, ik zag hier een paar kleine plekjes. Maar als dit soort plekjes er heel veel op zitten, dan kun je hem beter laten liggen en even de goede eruit kiezen. En let erop dat er geen uitlopers op zitten. Want al dat soort dingen, die plekjes, de uitlopers, zijn allemaal tekenen dat hij niet helemaal vers is. De schil mag ook niet verkleurd zijn. Hij moet eigenlijk mooi en gaal zijn van kleur. Dat is eigenlijk allemaal prima. Dan, als je hem wil gaan kopen en bereiden, dan is het heel belangrijk dat je eigenlijk allemaal bataats koopt van dezelfde afmeting. Ik heb er hier, dit is de doorsnee, de witte binnenkant. Maar deze zijn ongeveer even groot. En ik let er ook echt op als ik ze uitzoek, dat ik gewoon echt allemaal een beetje dezelfde maat neem. En zeker als je ze wil poffen in de oven, bij wijze van spreken, of wil koken, dan is het handig dat ze eigenlijk allemaal dezelfde maat hebben, omdat ze dan ook gelijk klaar zijn. Nou, kan je zeggen, Jonette, je kan ze toch in stukjes snijden? Dat kan natuurlijk. Maar het is ook heel mooi op je bord. En zeker als je hem poft, om hem gewoon in zijn geheel te poffen. En dan gaat hij lekker openstaan. Dan kan je er lekker wat knoflooksaus op doen of zo. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar het is handig als ze allemaal een beetje dezelfde maat hebben. Ook als je ze wil bakken in schijfjes, gewoon even een beetje dezelfde maat uitkiezen. Je kan ze toch altijd los uitkiezen. Liggen altijd los in de bak, dus je kunt gewoon zelf kiezen. Nou, dan het derde punt is, hoe bewaar je hem? En heel veel mensen zullen geneigd zijn om hem lekker in een plastic zak in de koelkast te doen. En daar wordt de bataat juist helemaal niet blij van. Hij wil graag bewaard worden op een temperatuur van 12 tot 16 graden. Op een donkere, koele plek dus. En niet in de koelkast. En zeker niet in een plastic zak. Want de bataat die wil graag ademhalen. Die moet adem kunnen halen. Dus heb je nou een kelder, gewoon in een open kartonnen doos of een houten kistje of misschien op de grond. Gewoon zo bewaren. En dan kun je hem echt vrij lang bewaren. Het is een bewaargroente. En je moet hem geen maanden bewaren, want dan wordt hij ook wat slapper. Maar je kunt hem daar eigenlijk wel een aantal dagen tot weken bewaren. Maar nogmaals, het is gewoon lekker om hem vrij snel op te eten. Maar niet te koud, dat is echt een hele belangrijke. Nou, eens even kijken of er al nog meer antwoorden gekomen zijn op mijn vragen. Annemiek is bij, Dini, wat leuk, welkom. Liesbeth, Hanneke. Even kijken of er meer... uit de airfryer gaat de bloedsuiker ook meer stijgen... Als je hem bakt in de airfryer, gaat de bloedsuikerspiegel meer stijgen dan wanneer je hem bijvoorbeeld poft of kookt. Of grilt of wat dan ook. Maar doe je hem in de frituurpan, vooral met de foute olie, dan wordt het eigenlijk nog erger. Dus hoe puurder je hem eet, hoe beter het eigenlijk is. En de airfryer is eigenlijk een redelijk pure vorm van eten. Beter sowieso dan frituren in de frituurpan, Julia. Dus dat is misschien eventjes een antwoord op jouw vraag. Even kijken of er nog meer reacties gekomen zijn op de vraag of je hem veel eet. We gaan weer luisteren, want nooit gegeten. Nou, moet je zeker een keertje doen, Alberta. Hey, Erika is erbij vanuit Spanje. Hartstikke leuk. Buenos dias, Erika. Welkom. Nou, verder geen reacties meer op mijn vraag. Nou, ik heb diabetes, dus ga het toch maar eens maken, zegt Jolanda. Heel goed. Dan in plaats van gewone aardappels, gewoon eigenlijk perfect. Rosette zegt, ik heb het regelmatig gegeten, maar nu krijg ik het niet meer binnen. Ja, soms kan je het ook tegen eten. Dat is absoluut een punt. Ja, goed. Nou, dan wat we er allemaal mee kunnen doen. Je kunt hem koken, maar als je de aardappel kookt, de zoete pataat, dan zal de aardappel waarschijnlijk een beetje grauwig worden. Want je eet hem eigenlijk met schil, daar kom ik zo meteen op terug. Maar daardoor kan hij juist een beetje grauwig worden. En dat kun je oplossen door in het kookwater een klein beetje azijn te doen of een klein beetje citroensap. Dan blijft hij veel helderder van kleur. Weet je, het is jammer als je een beetje grauwig wordt, dat is ook eigenlijk niet echt nodig. Als je hem schilt zal het minder zijn, maar juist de schil, daar zitten alle gezonde stofjes in. Die zitten dus vlak onder de schil. Maar goed, daar kom ik zo meteen ook allemaal nog op terug. Bakken of grillen heb ik net genoemd. Pof in de oven met een knoflooksaus. En afgelopen dinsdag hebben we om 10 uur een live kookshow gehad. En toen hebben we een broodje shawarma gemaakt. Eetlijnproef. Zelfs het broodje was eetlijnproef. En daarbij hadden we een knoflooksaus. En die knoflooksaus is ongelooflijk lekker om te gebruiken bij de gepofte bataat. Echt super lekker. Of bij de gegrilde of gebakken. Maar die knoflooksaus maakt het heerlijk fris en toch romig.
Nou, dan kun je hem dus met schil en al eten, heb ik net al genoemd. En dan is het wel fijn als je toch een biologisch te pakken krijgt. Maar er is een heel groot verschil tussen bataat en gewone aardappel. Een gewone aardappel hoort tot de nachtschades. En die in de schil van de gewone aardappel zit solanine. Dat is een giftige stof. En die giftige stof moet je eigenlijk niet binnen zien te krijgen. Daarom is het heel belangrijk om een gewone aardappel te schillen. En die aardappel, dat is dus een nachtschade, en die maakt die solanine zelf aan om zichzelf te beschermen tegen vraat door mens en dier. Dus juist omdat een aardappel licht giftig is, hoopt hij, voor zover hij kan denken, dat hij niet gegeten wordt. Want ook dieren en planten willen eigenlijk niet gegeten worden. Dus daarom maakt een aardappel zelf giftige stofjes aan in de schil om te voorkomen dat hij gegeten wordt. Maar bij bataat is het niet zo, die heeft niet die solanine in de schil. En daarom kun je die juist met schil en al eten. Juist onder die schil, net eronder, zitten alle gezonde stofjes. Nou, dan, wat zijn de nadelen van bataat? Er zit onder andere raffinose in. En raffinose is een soort van suiker. Dat maakt hem ook inderdaad een beetje zoetig. Maar het nadeel van die raffinose is dat hij niet in de dunne darm verteerd kan worden, maar pas in de dikke darm. En de dikke darm is eigenlijk helemaal niet gemaakt om dingen te verteren. Het is namelijk zo dat in de dunne darm wordt voeding verteerd. En in de dikke darm wordt er eigenlijk vocht aan de voeding onttrokken, waardoor je een mooie stevige ontlasting krijgt. En als je nou bepaalde stoffen hebt die in de dunne darm nog niet verteerd zijn, ja, dan moeten ze in de dikke darm verteerd worden. Daar zitten bacteriën. En die bacteriën doen zich dan te goed aan die raffinose. Maar daardoor kunnen er stoffen ontstaan die juist die windjes veroorzaken. Enorme stinkende windjes. Dan ontstaat een soort kooldioxide, als ik het goed begrepen heb. Kooldioxide, als het niet klopt. Nou, er komt zondag een blog hierover en dan kijk ik het nog even na. Maar volgens mij kwam er een soort kooldioxide vrij en die geeft enorme stinkende windjes. En je kunt ze ook echt niet binnenhouden. Dan zit je echt met samengeknepen billen op je stoel. Maar die windjes die moeten er gewoon uit. Dus dat is het nadeel van die raffinose, dat die niet in de dunne darm verteerd wordt, maar pas in de dikke darm. En daardoor krijg je dus inderdaad die winderigheid. Nou, klein nadeel, maar voor de rest is het eigenlijk allemaal prima. Maar dan, wat maakt hem zo gezond? Want er is een enorme batterij aan gezondheidsbevorderende eigenschappen. Daar wil ik eigenlijk meer aandacht aan schenken als die windjes. Ik bedoel, je kan even de kamer uitlopen of wat dan ook. In ieder geval, hij is enorm gezond. Wat ik vooral wel even wil benadrukken is dat de bataat past niet in fase 1 van de eetlijn. En dat heeft dus alles te maken met het feit dat er gewoon toch te veel zetmelen in zitten. Ook al laat hij de bloedsuikerwaarde stabiel of redelijk stabiel, er zit gewoon veel te veel zetmeel in. Dus niet in fase 1 van de eetlijn, maar absoluut toegestaan in fase 2. En hartstikke lekker voor de variatie. Wil je nou toch in fase 1, zou je eigenlijk bataat willen eten? Want Peter heeft een heerlijk gerecht klaargemaakt. Ik zal hem vast even laten zien. Een heerlijke frittata van bataat. Nou, wil je dit recept nou toch klaarmaken? Je zit in fase 1, dan kun je de bataat heel goed vervangen door de Hokkaido pompoen. Dus gewoon die bekende oranje pompoen. Nou, die kun je uitstekend vervangen door die bataat. Dus eigenlijk helemaal niks mis mee. Dus zit je in fase 1 van de eetlijn en je wilt toch aan de bataat, vervang hem dan in eerste instantie in de Hokkaido pompoen. En zit je later in fase 2, dan kun je uitstekend bataat gebruiken. Het is echt een perfect product. En ik zal je uitleggen waarom dat hij zo gezond is. Nou, om te beginnen, ik heb het al gezegd, hij behoort niet tot de nachtschadefamilie, maar tot de windenfamilie. En die nachtschadefamilie zit met die, onder andere die solanines, en heeft de bataat dus niet. Een heel belangrijk bijkomend voordeel. Nou, dan zit de bataat bommetje vol met beta-carotene. En beta-carotene is de voorloper van vitamine A. En vitamine A heb je onder andere nodig voor je ogen. Het is de oogvitamine. Maar vitamine A kun je te veel innemen en dat kan gaan stapelen in je lichaam. Maar bataat bevat beta-carotene en dat is pro-vitamine A. En je lichaam maakt uit die beta-carotene aan datgene aan vitamine A wat het nodig heeft. Wat het echt aan vitamine A nodig heeft. En de rest wordt gebruikt als antioxidant. En antioxidant zijn de beschermers van de lichaamcellen. En we hebben natuurlijk allemaal onze lichaamcellen. En die worden continu belaagd door de vrije radicalen. Dat zijn eigenlijk de terroristen. En die terroristen die beuken tegen die celwanden aan en willen die cellen eigenlijk kapot maken.
En hoe meer vrije radicalen er zijn, dan mag je denken aan roken, stress, alcohol, te weinig bewegen, te veel bewegen. Allemaal vrije radicalen. En het is belangrijk om je cel te beschermen tegen die vrije radicalen door het gebruik van antioxidanten. Nou, de betaat zit bommetje vol met antioxidanten. Echt ongelooflijk veel. En we kennen natuurlijk allemaal de gewone aardappel. Die bevat 3 microgram ik ben een beetje in de war met die gewone aardappel. De gewone aardappel bevat 3 microgram beta-carotene. En de betaat bevat 8500 microgram beta-carotene. Dus de gewone aardappel 3 microgram beta-carotene en de betaat 8500 microgram beta-carotene. Dat is gewoon echt enorm. Dus dit even over de beta-carotene. Maar nu gaan we even kijken naar de antioxidanten. En daar zitten de betaat bommetje vol van. En als je nou eventjes kijkt naar de blauwe bes, die is ook zo bekend vanwege de antioxidanten. Maar de betaat bevat nog 50% meer antioxidant dan de blauwe bes. Dus de blauwe bes is al mega gezond, maar de betaat is qua antioxidanten nog veel gezonder. 50% meer antioxidanten. Nou, dan bevat de betaat veel minder antinutriënten dan de gewone aardappel. De gewone aardappel heeft vrij veel antinutriënten. Dat zijn stofjes die de opname van vitamines en mineralen verhinderen. En de betaat heeft er absoluut geen last van. Die heeft gewoon eigenlijk veel minder van die antinutriënten. Dus die verhindert ook niet de opname van de vitamines en mineralen. Nou, door de vezels die erin zitten is die glycemische index laag. En die glycemische index is de mate of de snelheid waarmee de bloedsuikerspiegel aan het schommelen raakt. Dus sowieso de vezels houden die bloedsuikerwaarde stabiel. Maar ook de glycemische index van de betaat is laag. Dus dat betekent dat de snelheid en de mate waarin de bloedsuikerspiegel gaat schommelen is eigenlijk heel gering. Nou, dan geeft de betaat een enorm verzadigd gevoel, natuurlijk ook mede dankzij de vezels. En door het verzadigde gevoel ga je na het eten van een betaat veel minder snel snacken en snijden daarna. En je moet maar eens kijken, als je bijvoorbeeld gewone aardappel eet, dat kan zijn gepoft of gekookt of gebakken, vooral gebakken en gefrituurd, dan krijg je zoveel trek van dat je eigenlijk nog meer daarvan wil. En bij betaat is het gewoon niet zo, die is gewoon echt heel verzadigend. Nou, gisteravond heb ik dus inderdaad die frittata gegeten. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik had een puntje van de frittata genomen. En wat veldsla erbij en wat knoflooksaus. En ik zat echt vol. Ik was echt verzadigd. En dat betekent gewoon dat je daarna in de loop van de avond niet meer hoeft te gaan snacken. Omdat je gewoon eigenlijk nog steeds een vol gevoel hebt. Nou, dan door de vele vezels heb je een fantastische stoelgang. Die vezels houden de stoelgang ook mooi zacht. Maar geeft ook een vlotte stoelgang, een vlotte doorgang. Dan zit er kalium in en vitamine B6. En die zijn allebei hartstikke goed voor hart- en bloedvaten. Dus zowel kalium als vitamine B6. Heel belangrijk om je hart- en bloedvaten gezond te houden. En B6 heeft ook nog de eigenschap dat het kan helpen tegen depressie en tegen beroertes. En dan wil ik niet zeggen als jij regelmatig een betaat eet dat je depressies verleden tijd zijn. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen maar dat. Maar het kan wel helpen in de strijd tegen depressies en inderdaad ook tegen beroertes. Dus je kunt het gewoon sowieso gebruiken. En ik vind het zo belangrijk om je voeding in te zetten als medicijn. Daar kom ik ook zo meteen nog op terug. Nou, dan zitten er in de betaat ook onoplosbare vezels. En dat zijn natuurlijk eigenlijk de vezels die gewoon niet goed verteerd kunnen worden. Maar dat is eigenlijk een vogeltje voor de poes, zeggen ze wel eens. Maar die niet verteerbare vezels, dat is eigenlijk de voeding voor de darmbacteriën. En het zijn vezels die wij zelf niet kunnen verteren. Maar de darmbacteriën, die gebruiken die onoplosbare vezels als voeding. En die bacteriën, hoe meer gezonde bacteriën in je darmflora, hoe beter het eigenlijk is. Dus, en dat kan ook helpen om aanbijen te voorkomen, die goede spijsvertering. En ook bevordert betaat het immuunsysteem. Juist die vezels daarin, die bevorderen het immuunsysteem. En wat ook nog een belangrijk punt is, is dat de betaat heel veel vitamine C bevat. En vitamine C helpt bij de wondgenezing. Vitamine C is namelijk de grondstof, de basisstof voor de aanmaak van collageen. Dus als je veel vitamine C gebruikt, dan kan je lichaam daar zelf collageen uit aanmaken. En collageen is een stof wat ingezet wordt bij de wondgenezing. Dus al die dingen bij elkaar maakt dat de betaat ongelooflijk gezond is. En nogmaals, zit je niet meer in fase 1 van de eetlijn.
Ga dan als de wiede weergaande betaalt. Al eet je hem 2 of 3 keer in de week. Echt fantastisch. En je kunt er ook stampotjes mee maken. Je kunt hem eigenlijk op allerlei manieren gebruiken en inzetten. Dus eigenlijk allemaal hartstikke lekker en gezond. Goed, zal ik eens kijken of er nog meer vragen binnengekomen zijn. Of reacties op mijn vragen. AT, Annelies, Marion, morgen natuurlijk. Ja, het is lekker druk, mensen. Wauw, dan heb ik misschien geen nieuwe bril nodig met die betaten. Nou, Jan, ik zou toch wel een nieuwe bril nemen. Is toch veel te leuk. Lekker hippe brilletje. Nee, maar het kan inderdaad een goede uitwerking hebben op je ogen. Vitamine A is de oogvitamine. Even kijken, ik heb er verder geen. Janske, de buurvrouw, is erbij. Hartstikke leuk. Marianne. Ina. Verder geen vragen, zie ik. Anja is erbij, welkom. Ja, vullen met knoflook en kruiden in de oven. Helemaal goed, Janske, super. Helemaal lekker, echt. Maria stooft me in plaats van koken met ui en knoflook. Heel lekker, dus ook allemaal goed. Ja, allemaal hartstikke leuke ideeën, mensen. Dank jullie wel voor jullie reacties. Erna, goedemorgen. Goed, nou, dit was... Dit waren alle gezondheidsbevorderende eigenschappen van een bataat. En morgen mag je er inderdaad aan geloven. Dan gaan we namelijk een heerlijke frittata klaarmaken van bataat. Ik zal hem eventjes op zijn kant houden. Ik had een hele grote pan vol gemaakt. Het recept is voor 4 personen. 4 tot 6 personen, schreef Peta. Nou, Anton en ik hebben samen de helft op. Anton 2/3 van de helft en ik 1/3. Dus het is helemaal goed, lekker veldsla erbij. Ik zal nu vast zeggen welke ingrediënten je in huis kunt halen. Zodat je morgen, als je het recept gekregen hebt, meteen aan de slag kunt. Nou, wat je nodig hebt is uiteraard de bataat. Zet je in fase 1 en pak je lekker de Hokkaido pompoen. Is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Nou, dan uien, lenteuitjes, knoflook. Die heb je waarschijnlijk allemaal in huis. Lenteui misschien niet, dus lenteui erbij halen. Dan heb je nodig 200 gram diepvriespinazie. Kun je ook vast in huis halen. Voor de rest zwarte peper, zout, tijm, culiëet. Heeft iedereen in huis, denk ik. Eitjes, amandelen heb je ook allemaal in huis. Zelf malen tot meel. Dan lupinemeel. Heeft ook bijna iedereen in huis, denk ik. Als je de eetlijn volgt, tenminste, heb je het niet in huis. Bestel het even via de webshop. Dan stuur ik het vandaag nog naar je toe. Heb je het ook morgen in huis. En dan heb je feta nodig. En dan olijfolie en sla. Nou, eigenlijk allemaal hartstikke eenvoudig. Dus wat de meest bijzondere ingrediënten zijn, zijn dan inderdaad de zoete aardappel, oftewel de bataat. Lenteuitje, diepvriespinazie en de lupinemeel. En feta. Dat zijn misschien dingen die je niet standaard in huis hebt. Ik zelf eigenlijk altijd, maar goed, dat is ieder voor zich. Goed, lieve mensen, dan heb ik nog een enorme verrassing. Een aantal van jullie weten het al en een aantal van jullie zitten al in de testgroep. Want ik heb namelijk niet stilgezeten de afgelopen maanden. Ik heb een nieuw online inspiratieprogramma geschreven. Het is niet echt inspiratie, maar meer kennis en motivatie. En het is een opvolging van het programma 365 dagen gezonder van A tot Z. En ik weet dat heel veel van jullie het programma volgen of gevolgd hebben. Maar er is zo'n ongelooflijke vraag geweest naar een vervolg op dat programma. De mensen smeekten me bijna net, wil je alsjeblieft een vervolg schrijven. Nou, in het begin dacht ik, joh, ik ga het echt nooit meer doen. Het heeft zo'n impact op je... Ja, het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Maar ik vind het geweldig om te doen. Want sinds ik weer bezig ben met schrijven, voel ik de energie weer stromen. En het programma heet 365 dagen gezonder van lijf en leden. En de insteek is totaal anders dan het vorige programma. Het vorige programma ging over bataat, over spruitjes, over spinazie. Wat is het? Wat doet het? En dit programma gaat veel meer over alle systemen in het lichaam. Dus als er iets gebeurt, wat is het vervolg, oorzaak en gevolg? We gaan kijken naar de darmen. Heb ik nu al een tipje van de sluier opgelicht, maar ga ik veel uitgebreider op in. De functies van de darmen, alles wat daar toch fout kan gaan, wat je er aan kunt doen. We gaan het hebben over de hersenen, over alle hersensituaties. We gaan het hebben over... hormonen, vrouwelijke hormonen. We gaan het hebben over de organen. Het totale menselijke lichaam komt aan bod. En ik ga van links naar rechts, van onder naar boven en weer terug. En daarom heet het inderdaad Gezonder van Lijf en Leden. En het programma gaat beginnen 21 maart. Dus aanstaande zondag. Maar let op. Omdat jullie allemaal super trouwe kijkers zijn. Iedere vrijdag en steeds meer. Ik ben zo blij met jullie als fans. En daarom krijgen jullie van mij een voorrang op de lancering.
Jullie mogen vanaf vandaag een mailtje sturen naar netty.bom@theeetlijn.nl. Dan krijg je van mij de verborgen link waarmee je kunt aanmelden voor het programma. En de eerste 10 die mij mailen, die krijgen van mij 50 euro korting op het programma. Die krijgen van mij een kortingscode. En met die kortingscode krijg je 50 euro korting. Het programma gaat strakjes 147 euro kosten. Er komt natuurlijk een lanceringskorting van 40 euro. Maar jullie als trouwe kijker krijgen nog meer voordeel. Jullie krijgen van mij 50 euro korting. De eerste 10 aanmelders. Dus stuur een mailtje naar netty.bom@theeetlijn.nl. Ik krijg van mij de aanmeldcode plus een couponcode waarmee je 50 euro korting krijgt. Dan gaat het programma 97 euro kosten. 97 euro voor een jaar lang elke dag een mailtje van Netty. Het programma is doorspekt met ongelooflijk creatieve en lekkere recepten van Peter. We werken heel nauw samen. Echt superleuk om te doen. Dus ja, jongens, het is gewoon een cadeautje in deze tijd waarin zo weinig kan. En waarin mensen zeggen, Netty, de dagen zijn nog steeds een beetje grijs. En ik wil in principe elke dag een lichtpuntje zijn voor jou. En elke dag beginnen met een leuke, gezellige, informatieve mail. Waardoor jij uiteindelijk zoveel tips krijgt. Waardoor je gezonder kunt worden van lijf en leden. Dat is eigenlijk mijn insteek met dit programma. Ik ben nu met de darmen bezig. Nou, ik lig schrijvende leg helemaal in een deuk wat je over de darmen allemaal kunt vertellen. Over de geur, over de kleur, over de vorm. En ja, van alles komt er langs, lieve mensen. Ik doe het met de nodige humor. Het is echt op zijn netties. Het is ortomoleculair onderbouwd, maar het is echt op zijn netties. Soms een beetje plat ook, hoor. Een beetje een mopje af en toe, een beetje een schuimmopje. Maar mensen moeten allemaal kunnen. Ik vind het gewoon geweldig. Dus, de eerste 10 inschrijvingen krijgen 50 euro korting. Mail naar netty.bom@theeetlijn.nl. Je krijgt van mij de verborgen code. Zit je niet bij de eerste 10, dan moet je helaas wachten tot 21 maart. Goed, zomaar een cadeautje omdat jullie zulke trouwe kijkers zijn. Oké, nou dan het thema van volgende week. En het gaat over autisme. En ik kan er ongelooflijk veel over vertellen. We hebben een dochter met autisme. Wat we veel te laat ontdekt hebben. En daarom vind ik het zo belangrijk om je te vertellen waaraan je autisme kunt herkennen in een vroeg stadium. Want we hebben met onze Rieke, onze dochter, zo ongelooflijk veel verdriet gehad. Omdat we haar niet begrepen. En vanaf het moment dat bekend werd dat zij aan autisme leed, ging er een wereld voor ons open en hebben we haar veel beter kunnen begrijpen. En ik gun iedereen dat hij op tijd autisme herkent, waardoor het gewoon wat makkelijker wordt om daarmee om te gaan. Dus daar ga ik het volgende week over hebben. Wordt een beetje een persoonlijk thema. Maakt allemaal niet uit. Ik wil alle geheimen met je delen. Dus dat ga ik inderdaad volgende week met je delen. Goed, lieve mensen, dat. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Ik ben dol op likejes, maar dat weet iedereen. Dus vind je het nou interessant, dit thema, liken de andere mensen? Dus liken, delen. Nou, dat was het eigenlijk. Allemaal hartstikke bedankt. Ik wens iedereen een onwijs fijn weekend. Ga daar enorm van genieten. Het is hartstikke lekker weer nu. En morgen allemaal aan de frittaten van Betaat of van Pompoen als je in fase 1 zit. En vergeet niet aanstaande zondag de lancering van mijn nieuwe programma. Maar wil je er eerder bij zijn? Mail naar netty.bom@theeetlijn.nl. Bedankt voor het kijken. Dikke kus. Doei doei. Doeg.